kans door de misser en scoort. ADO leidt. Veel mensen waren heel enthousiast over het vertoonde spel van ADO Den Haag. Verbaasde jou dat ook, dat dat eruit kwam? Nee, ik vond wel dat de jongens hebben heel goed gedaan, met name die eerste helft. Ja, verbaasd niet, omdat ik weet wat ze kunnen. Alleen maar op dit moment, ja, leuke spel vind ik altijd goed om te horen dat wij complimenten krijgen. Maar ja, uiteindelijk was ze met professional voetbal bezig, dus ik wil ook punten pakken. Ja, want had jij gedurende de wedstrijd ook wel het idee van, hè, in ieder geval best wel wat te halen misschien? Ja, zeker. Ik denk dat zeker naar 2-2. Ja, het is wel jammer dat wij die tegengoal heel snel gekregen. En toen zag je wel dat die jongens, met name voorin, waren op een moment helemaal op. En dat is wel iets wat komt bij deze jonkies. We moeten niet vergeten, ik heb de jongste team van, volgens mij wat ik heb gehoord, 1983 of zo. So, dat is ook dingen dat moeten ze leren. Zaterdagavond staat de verre uitwedstrijd tegen VVV op het programma. Dat goede gevoel wat je toch hebt overgehouden aan de wedstrijd tegen Feyenoord, dat wil je uiteraard daarin meenemen. Ja, uiteraard. We willen wel deze goede gevoel meenemen. En ik vond de jongens de hele week goed trainen. Ik hoop dat wij kunnen uiteindelijk punten pakken. Wat is VVV voor ploeg? Ja, ploeg die weet gewoon in Eredivisie te overleven. Daar moeten we geen twijfel zijn. Ik bedoel, als je kijkt naar de spelers die ze hebben, dat zijn meest ervarende spelers. En Hans de Koning ook een hele goede trainer. En hun weten wat is de vechtvoetbal. En ik verwacht dat wel bij Feyenoord. Afgelopen week is ook bekend geworden dat de wedstrijden de komende 3 weken zonder publiek worden gespeeld. Ja. Wat vind jij daarvan? Ja, als sporter en als trainer, ja, dat vinden we absoluut niet leuk. Omdat ik denk dat niemand wil zonder publiek spelen. Alleen maar ik begrijp wel die maatregelen. En wij gaan die maatregelen accepteren en kijken, ja, als kunnen we na de 3 weken weer met het publiek spelen. Hoop ik tenminste.